Ja, oude scheur. Oude scheur. Met de scheurkousie. Dit hek al aan elkaar vastgebonden en er is heel wat touw er nog onder. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is alweer middag. Ik ben al een hele tijd eruit. Er is ook al heel wat gedaan. Rebecca is al geweest. Ja, dat... En we zijn de deur al uit geweest met Rijka. Het is nu vandaag vrijdag 6 december. Dus ja, Sinterklaas die vertrekt, die is er al in richting Spanje toe vertrokken. En we wachten nou op de kerstman. Totdat die gearriveerd is. En dan zien we het alweer. Het is vandaag, hoe laat leven we even nu? Even kijken, 12:45. Eeuwen die loopt te zeuren, die wil niet eten. Gandalf die heeft ook nog niet gegeten, staat in de hal. Rijka daarentegen heeft wel gegeten, dus dat is een hele grote flinke meid. En die legt nou, als het goed is, te slapen op de bank. In dat hoekje. Op een kussentje. Oh, lieve. Ja, ouwe scheur. Ouwe scheur. Met de scheurkousie. Ja. Met de scheurkousie. Kijk, neem het voorbeeld van Rijka. Die ligt lekker te slapen. Ja, die ligt lekker te slapen. Ja, ja, die ligt dus lekker te slapen. Nou, ik heb de kerstverlichting daar al aan, wat op stroom gaat. En die heb ik uit, dat gaat vanavond alweer aan. Maar ja, die werkt op batterij, dat ding. En enkel die klokken branden en de rest is nog uit. Ik ken ook wel aan. Laten we dat maar eens even gaan doen. Even aandoen, even op een knopje drukken. Even het eten gaan, even aan de kant. Even het knopje zoeken. En er was ook hier licht. Kunnen jullie dat zien? Ja, hè? Ja. Ah. Nou, ik ga zo meteen ook met die takken aan de gang. Voor buiten. Maar dan moet ik, als ik het klaar heb, moet ik denk ik wel mijn jas aan met een capuchon. Want het regent, het niet, het is hier geen leuk, prettig weer. Nee. Je laat zelfs niet een hond uit, luidt het gezegde dan, hè? Als het van het rot weer is. Je laat nog niet eens een hond uit, zeggen ze dan. Nee, ja, ze moeten toch wat, hè? Ja. Maar oké, ik ben ook vandaag ook weer, ja, ik voel me zo raar, zo vreemd. Ondanks dat ik blij ben, voel ik me ook verdrietig. Waarom? Ik weet het niet, ik weet niet. Ik weet het niet. Het is zo hopeloos triest weer. Iedereen gaat daar denk ik wel om huilen. Maar ja, hier loopt de feestdagen tegemoet. Zonder je mannetje weer. En ook zonder Frodo'tje. Ja, ik heb Rijka ervoor. Maar Rijka is niet te vervangen voor Frodo. Nee, die blijf je missen. Net zoals mijn vorige diertjes die ik ook allemaal heb gehad vanaf mijn jeugd af aan. Ja, dat blijf je toch wel, dat blijf je toch wel een beetje aan denken, et cetera. Net zoals aan andere dierbare. Dus je man of je tante of je moeder of je vader of je broer of je zus. Maakt niet uit wie die jou voor is gegaan. Maar ook je dieren, dat is toch een medelid van het gezin, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik moet ook nog vandaag sjouwen. Want Rebecca heeft maar één zak kattengrit meegenomen naar boven. En die andere twee heeft ze laten staan. Nou ja, oké. Ik had gehoopt dat ze dat ook mee zou genomen hebben. Nou, en als ik klaar ben met die takken, dan moet dat ook weer naar boven, wat daar ook staat. Dus ja, komt allemaal goed. Het is donker, hè? Ja, zo. Komt allemaal goed. Ik laat dat jullie, als ik zo meteen bezig ga, laat ik jullie even meegenieten. Ja, maar ik moet hem eerst even aan de lader doen. Maakt ook niet uit, want ik zit toch nog een spelletje te doen. Dus, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks.
Nou, lieve vrienden, ik heb het een en het ander al klaarleggen en ik heb mijn lijmpistool al aan en die is al warm. Dit heb ik al aan elkaar vastgebonden en er is heel wat touw er nog onder. Om hem aan de tafel buiten vast te binden, de picknicktafel. En hier gaan we het een en het ander opblijmen, zoals een dennenappel. Dat is een lijmdingetje. Zoiets. Ook altijd leuk. Ga en een paar oude klokjes nog. Hier heb ik nog het een en het ander liggen. Oh. En ik heb daar nog wat liggen. En ik heb hier in de vuilniszak onder het papier zit ook nog van alles en nog wat. Ja, dat hier nog een oud balletje. Nou, dat kan er ook allemaal nog wel in. Maar ik heb daar ook nog takken. Deze is voor de picknicktafel. En wat op de grond ligt, dat komt buiten. Ook buiten tegen de moestuin aan. Ja. Dus ja, ik draai de camera even om. Ja, dan zien we tenminste, zien jullie tenminste wat. En ik zie of ik ook mijn werk kan, dat ik het op mijn werk kan richten. Ja, dus ik laat jullie een beetje meegenieten. En ik hoop dat het allemaal lukt, ook qua licht. En ik zie jullie zo wel weer retour. Nou ja, daarnet ging er van alles en nog wat mis. Maar in ieder geval, ik ben een heel eind opgeschoten. Enkel, ja, jullie hebben dat helaas niet kunnen zien. Dus ik laat het nou even zien. Maar we zijn nog bezig. Mijn lijmpistool, dat ene stukje lijm, dat staat er scheef ertussen. Dus ja, die wil haast niet. Dus ik denk aan de kant. Ik heb een nieuwe gepakt, maar daar zit ook nog glitterlijm bij. Maar ja, dat kan de pret niet drukken. Dat is paars. Kan de pret niet drukken, we gaan er gewoon mee door. Ja toch. Nou, en ik was met dat kleine balletje bezig om daar lijm aan te doen. Nou ja, daar gaan we gewoon verder mee. Zo simpel als wat. Ja, en daar zit dus nou glitter doorheen. Nou, lekker belangrijk. Dan mijn glitter hoor. Het is voor een kerststukje toch leuk. Zo. Ga die daarop. Dat hecht wel. Vind ik. Ik zit hier met lijmdraden. Ik ga even een slinger pakken. Ja, wat moet jij? Mijn kleine ondeugd. Wie is dat? Je met dag allemaal. Dag, dag. Dag, dag. Mwah. Lekker ding. Doe maar. Gaatje moet even een slinger pakken. Ja, die is voor aan de andere. Ik moet hier wezen. Ja, ik moet hier wezen. Slinger. Dan denk ik buiten, ja, waarom niet? Kan gewoon allemaal. Kan gewoon. Oh, het is rot weer. Is dat bij jullie ook zo rot weer? Ja, hier dus wel. En het is helemaal niet fijn te noemen. Echt niet. Zo. Die zit vast. En dan gaan we daar onderdoor.
om de gehaal. Onder die klokjes door. En dan gaan we weer onder een andere tak door. En dan gaan we hier onder door. Die zit toch vast. En dan gaan we hier. Zo. Moet wel willen. Zo. Kijk, dat was een slinger die bestaat uit een foutje van de fabrikant. Schaar. Zo. Zet je dat daar. Zo. Nou, dat vind ik hem geweldig. Ja, ja. Nee, dat is... Ik ken ergens anders in. Ik zal hem jullie laten zien. En ik zie nou zelf niks. Nee. Die kent dus op de picknicktafel. Daar ben ik hem op vast. Maar niet nu. Nee. Het is mij een beetje te rot weer. Ja. Ik leg hem in de schuur, ik doe mijn jas aan en ik leg hem in de schuur op mijn scootmobiel. Dan is die veilig voor die daar. Ja, dan is hij veilig voor die daar. Maar zolang ik in de buurt ben, dan valt het allemaal wel mee. Hé? Ja nou? Ja! Dus ja, ik ga zometeen nummertje 2 klaarmaken. Ik ga eerst hier even de boel opruimen voor haar, want ik wil eerst koffie. Daarna ga ik nummertje 2 klaarmaken. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ja, ik heb weer zakken met mijn stoel. Want ik zit anders te hoog, anders kan ik niet eens op de grond komen met mijn voeten. Ze stond bij de kachel op. Oh, godzie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik laat het straks alweer even wat zien. Maar ik ga nu eventjes voor de kleine meid even opruimen. Dus ik zeg tot straks. Zo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik heb hier weer zakken klaar gelegen om mee aan het werk te gaan. Ik heb het al vastgebonden en dit heb ik dan aan de achterkant over om hem aan het hekwerk te bevestigen om hem dan op te hangen buiten. Dus ja, ik heb hier een bloem, dat begin ik altijd als eerste mee. Het is al een hele oude roos. Ja, die heb ik gewoon ooit een keer bewaard. Om hem toch te kunnen gebruiken. Om hem hier aan vast te bevestigen. Meestal doe ik dat ook met een stukje ijzerdraad, dus ik pak dat er even bij. Ik heb van het groene binddraad. Dat heb ik een aantal jaren terug is bijgekocht ook. Omdat het wel ook makkelijk is. En ik dacht, ja, ik ben niet zo zorgen wat dat er gaat. Ik moet even kijken hoe ik dat even moet hebben. Even dubbel. Maar ik zie het zo wat niet. Het is allemaal zo fijn. Zo, en dan draai ik hem even. Zo, en dan gaat hij onder het steeltje door. En daar onder het steeltje door. Zo. En dan weer even. Dat het goed vast zit. Zo. Dan ben ik. Ik hoorde wat. Oh, dat is. Oh, ik moet even wat afsluiten voor. Nee, niet in die bak, jij. Jij is breekbaar.
Nee, dat niet in die pak, eeuwen. Nee. Goed. Wel erop, maar niet erin. Zo. Nou. Dan gaat dat daar naartoe. Om die andere uiteinde zien te hebben. Ik moet hem even omhoog hebben, want ik zie het niet eens. Ja, nou heb ik hem mooi even goed aan draaien. En dat wegvouwen. Zo, dus zit die in ieder geval vast. Ja? Mooi. Dat is met deze idem dito, die komt eronder. Dat is deze. Die doe ik er ook onder met binddraad. Dus ik pak weer even. Oh. Ik pak het even helemaal. Zo. Het is lang, dus ja, je kan hem makkelijk even dubbel vouwen. Dan is die gelijk ook wat dikker. En gisteren heb ik het als een soort haaknaald gebruikt. Ik deed hier touw doorheen, door dat lusje. Dat is hier een lusje. Dat deed ik touw doorheen en dan door het gaatje van mijn mandje van mijn scootmobiel. Om die kerstboom op te hangen vanzelf. Ja. Dat moest wel even gedaan worden. Nou, dan moet ik er weer bij kunnen. Ik even op zijn kop. Gaat een bal aan de hal. Kom hier, kom hier, kom hier. Goed zo. Nou moet ik die andere kant hebben. Dat is die. Zo. Dan gaan we dat ook aandraaien. Zo. En voilà. En dan hier ook gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Allemaal hele dunne takjes bij elkaar gebonden. Nou ja, dat maak je ook even met zo'n binddraadje vast aan de kerstpakken. Het gaat allemaal goed met mij. Manny Heus. Zo. Zo. Nou, dubbelt. Zo. Dan gaan we weer even kijken. Andersom. Nou, ik zit hier te trillen. Moet er wel even tussendoor willen vanzelf. Al is het maar door een paar. Dan ben ik al blij. Ja! Zo. En tussen. Zo. Dan zit die kant ook vast aan die takken. En dan kan dat daarom ook. Nog eventjes. Ja, want het stormt hier nogal regelmatig. Het gaat nou om knap de keer. En dan moet je het allemaal wel goed vastbinden als je iets voor buiten maakt. Maar ja, dat is overal zo. Als je ergens woont waar vlakbij de zee, zoals in Scheveningen, zal dat wel zo zijn. Zeeland, daar heb je ook allemaal water. Nou ja, waar veel water is, daar kan het ook vaak best stormen. En vooral dan de winterdagen. Dan moet ik hier weer tussen zien te komen. Ja, top, geweldig. Dan moet ik
Hier, denk ik nou even omdraaien. Zo. Nou. Wegvouwen. Tussendoor. En dan heb je al dit resultaat. Nou, toch mooi? Nou, dan is het een bal. Nou, er zit een haakje aan. Maar die ga ik eraf halen. Zo. En ik doe er lijm op. Oh. Zo. En die plakken we er mooi onder. Even vasthouden vanzelf. En daar moet alweer een nieuw staafje bij komen. Denk ik. Nou, dan hebben we nog een gouden bal. Haal ik het haakje ook gewoon af. Hup. Gaat ook weer lijm op. Zo. Nou. Als, het is plastic hoor, die ballen. Dus ja, als het al er eens een keer uitvalt door echte extreme stormen of wat dan ook, is het niet zo'n ramp. De winkel heeft meer, zeg ik dan. Ja toch? Ja hoor. Hier zit ook een haakje aan. Hup. Nou. Zo. En die plakken we hier al neer. Nou, dan hebben we nog zo één. Ook met een roosje goud, een dennappeltje. En die bind ik weer vast. Moet ik even zien hoe ik dat wil hebben. Ik kan hem ook vastlijmen, zie ik. Ga jij even naar de kant. Tak. Zo, en dan kan die er overheen. Ik kan gelijk aanduwen ermee. Zo. Nou, meer hoeft hij niet versierd te worden. Want ik heb hier lint. Twee verschillende linten met aan elkaar vastgemaakt. Zowel vakant, zowel normale lint. Dat had mijn man ooit al gekocht. Stond op zolder te verwaarlozen, want die mocht graag hobbyën, mijn man. En ja, nou die er niet meer is, ben ik het gaan gebruiken. Zo. Het is eventjes hierop. Zo. Nou. Moet eventjes van mij los, want het haakt nogal. Want hier ook zit aan de zijkant, aan deze lint. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Aan de zijkant zit ijzerdraad, heel dunne ijzerdraad doorheen. Dus ja, dan kan je dat mooi... Kijk, en nou zeg ik op mijn beurt... Ik heb die haakjes nodig, want dit lijm ik niet. Want dat was ik weer als de feestdagen voorbij is.
was ik het weer helemaal. En dan kan ik het weer gebruiken. Nou, die bind ik daar bovenin vast op gevoel. Moet ik een takje hebben, daar sla ik dat haakje omheen en dan knijp ik het haakje dicht. En dan sla ik die slinger er nog een keer omheen. Nou, en dan draai ik die slinger ook nog eens een keer. En het zit weer aan mijn broek vast. Gaat goed, maar niet heus. Ja, dus ik draai dat lint om elkaar heen. Zo. En nu moet ik even zien wat ik doe. Daar onderdoor. En eroverheen. En dan gaat het hier onderdoor. Ik moet wel even draaien weer. Zo, die kant op. Kan ik het hier ook. Hup. En dan daar onderdoor. En dan gaat het daar onderdoor. Zo. Onder die bal schuif ik het een beetje door. Tussen die dennenappel. En ja, dan moet ik daar weer zien te versieren dat het daar ergens vast komt te zitten, weet ik veel, dat zie ik zo even niet. Dan moet ik hem even voor omdraaien. Zo. Nou, en dan ziet hij er ongeveer zo uit. Morgen bij daglicht laat ik het jullie beter zien. Dan ga ik even ervoor naar buiten, als het tenminste niet regent. Maar dan zal ik eerst even hier ook vastmaken, ook met een haakje, hier ook een los haakje. Nou, gaat het eromheen. Hup. Ja, het breekt nog af ook. Nee, waar het gebleven is, Joost mag het weten, maar ik weet niet. Nee. Kun je nagaan, oud haakje, ja, dat gaat zeer doen. Die dan? En anders pakken we het ijzerdraad hoor, weer binddraad. Net zo goed. Zo. Nou, en dan bind ik die gewoon ook ergens aan vast. Ik weet, even een takje zoeken waar het omheen kan. Ik heb al één. Zo. Nou, voilà. Hup. Touwtje omhoog. Nou, dan hoop ik dat jullie het zo kunnen zien. Nou, toch mooi. Dat touwtje wat eronder hangt is voor aan de tralies van de kooi. Ja, ik ben er weer helemaal blij mee. Dus ja, we gaan de stekker er weer uit. En ik wens jullie natuurlijk samen met de Beestenbol jullie een hele fijne avond toe. Rijka, die legt weer lekker, denk ik. Ja, die legt weer lekker te slapen als jullie haar ook zien. Waar Ewen is, weet ik niet. Echt niet? Oh. Nee, dat is een zak met kattengrit. We gaan even op zoek. Even op. Oh, ze zit weer ergens waar het niet mag. Zien jullie haar? Daar zit de dame. Ja, ja, daar zit ze dus. Nou, dan ga ik mijn stok pakken. Dan loop ik er even naartoe. In Kandalf is buiten. En dat met dat rotte weer.
Jij zit weer ergens waar het niet mag. Moet je naar mijn engel kijken. Ja, mag dat. En mijn kerstman, is dat ook niet goed? Kom daar eens weg, tante Pollewop. Hé? Hey. Kom. Kom eens. Hé. Hey. Kom eens. Ja, je bent stout. Ja, je bent stout. Ja, en dan gaat ze er weer in. Ik moet jullie even uitdoen. Dus ik zou zeggen, een hele fijne avond. Doei, doei. Wat is er, Eeuwin? Wat is er, Eeuwin? Je bent een beetje boos? Op Rijka? Was Rijka jou dan net het beste meis? Waar is ze nou? Ah, daar is ze. Boefke. Hé, Boefke. Nou, ik heb expres een dekentje over me heen. Hè? Ja, ik zou wel moeten. Ja. Wat zie je allemaal? Boefke. Hé? Ja. Een kleine grote ondeugd, hè? Nou ja! Geweldig! Oh, poepie! Oh, gosje dikke! En daar zat de eeuwen er net op. Ja, en ze kan onder de bank door nog. Ja, dat gaat allemaal nog. Ik ben net buiten geweest, Truffel. Wat moet je alweer? Nou ja, lieve vrienden, ik wou het even toch wel weer even laten zien. Ze kunnen steeds beter met elkaar, deze twee. Want Ewa, die moest er eerst helemaal... Die kwam niet echt goed dichtbij, maar nou ook... Ze gaat er ook dichterbij, maar daarnet zat Rijke aan Eeuw in haar staart. En ja, dat wil Eeuw in dus niet hebben, dus dan is het even met de poten slaan. Van blijf van mijn staart af. Ja, gelijk heeft ze. En Rijke, die wou er net even dweilen. Die nam de dweil mee, helemaal midden naar de kamer. Ja, dat moet ook kunnen. Hé? Rijke? Rijke? Is ze mooi of is ze niet mooi? Zeg het maar. Ik hoor het graag van jullie. Zet het maar onder mijn topic neer. Ja, bij de reacties. Ik hoor het graag.